Openen we de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes uit het Lijdensevangelie van Johannes 19 lezen we de versen 23 tot en met 30. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen voor elke krijgsknecht een deel en de rok. De rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkaar, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten van wie die zijn zal. Opdat de schrift vervuld wordt die zegt, zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijner moeders zuster Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel dien hij lief had, daarbij staande, zei tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tot de discipel, zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna, Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift vervuld zou worden, zei, mij dorst. Daar stond dan een vat vol edik en zij vulden een spons met edik en omlegden ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zei hij, het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. Evenals de tekst voor de voorbereiding spreekt, vindt u de tekst voor vanmorgen, die we overdenken ter inleiding op de avondmaalsbediening, in de Romeinenbrief. Wij hebben vorige week Romeinen 7 uitgelezen en lezen nu de eerste regel van het 8e hoofdstuk. Romeinen 8 vers 1a is de tekst voor de prediking, waar de apostel zegt, zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Straks na de prediking zingen we nog een vers uit Psalm 31, namelijk het 17e. Geloofd zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. 31 vers 17, straks na de prediking. Ik heb als thema boven mijn schets gezet, Gods veilige school. En dat is een onderwerp waar je in het nieuws van tijd tot tijd van kunt horen. De veilige school. Als je het gaat googlen, dan krijg je de volgende definitie. Een school is veilig als de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen niet door anderen wordt aangetast. Dat is dan een veilige school. Belangrijk. Maar vanmorgen vragen we, hoe zit dat eigenlijk met Gods school? We hebben vorige week vanuit het slot van Romeinen 7 gezien dat mensen die genade kennen, in wier leven de Heilige Geest aan het werk gegaan is, dat zulke mensen leerling worden op de school van de Heilige Geest. Ze krijgen daar les in ellende, verlossing, dankbaarheid. Ze zitten levenslang op die school. Maar hoe is het nou eigenlijk op die school? Is dat ook een veilige school? Jazeker. Maar heel anders
dan zoals wij mensen er tegenaan kijken. Want de Heilige Geest leert je ook, als je leerling van hem wordt, dat je in je leven met een nog veel groter gevaar te maken hebt dan datgene wat je sociaal of psychisch of fysiek zou kunnen bedreigen. Dat grote gevaar waar de wet van Mozes ons zojuist ook weer aan heeft willen herinneren, die lezen we niet voor niets elke zondagmorgen voor, om elkaar eraan te herinneren wat de apostel Paulus ook in een van zijn brieven schrijft. Weet je wat nou het grootste is waar je voor moet oppassen? Weet je wat nou het ergste is waar je voor moet leren vrezen? Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Als je wetsovertreder bent, heb je te maken met de vloek. Onze tekst gebruikt er nog een ander woord voor. Het ergste woord wat wij in het Nederlands hebben. Daarom komt het ook voor in de ergste vloek die we in onze taal kennen. Het woord verdoemenis. Datgene waarvan de Heere Jezus zo vaak gesproken heeft toen hij waarschuwde voor die plek waar de worm niet sterft en waar het vuur niet wordt uitgeblust. De plek die hij kan aanduiden als de buitenste duisternis, waarvan de man in de gelijkenis zegt: ik leid smarten in deze vlam. En we vragen elkaar maar, want dat is iets wat ook hoort bij een avondmaalzondag. Heb je daar nou ook wat van geleerd? Van de Heilige Geest geleerd dat dat je grootste zorg moet zijn om aan die verdoemenis te ontkomen. Want een mens kan in zijn leven allerlei gevaren zien en voor allerlei dreigingen maatregelen nemen. Op school en op straat, in het verkeer, op je pc voor hackers jezelf beschermen. Je kan allerlei dreiging in de wereld zien en zeggen: we moeten maatregelen nemen tegen de Russen en tegen het klimaat. Maar heb je geleerd te vrezen? En heb je gezocht om maatregelen te nemen om niet daar terecht te komen? In de verdoemenis. Ja, dan leer ik dat ik ook daarvoor veiligheid nodig heb, bescherming, iets om in te schuilen, iets om achter weg te kruipen, waardoor ik voor dat allerergste gevaar beschermd ben. Alleen, je moet dan natuurlijk wel het juiste middel gebruiken om jezelf te verstoppen en te beschermen. Ik geloof dat we er donderdag in het bezinningsuur ook al even over te spreken kwamen. Hoe dat bijvoorbeeld op de dag geweest is toen de mens voor het eerst met Gods toren te maken kreeg. Op de dag van de zondeval. En Adam en Eva zich bedachten dat ze voortaan onveilig waren. En dat ze reden hadden om zich te verstoppen. Nou, toen hebben ze dat geprobeerd om achter de bomen en de struiken van de Hof van Eden voor Gods ogen weg te kruipen. En ze hebben zichzelf met bladeren bedekt om hun schaamte te bedekken. Maar God vond ze toch. En toen bleek de genade van God ook al in dat gedeelte, toen hij zelf vervolgens kwam met een beter middel om die mensen te bedekken en om ze veiligheid te geven. U zegt, oh, u bedoelt, dominee, dat toen later God met die vellen aankwam die hij ze aantrok, vellen van geslachte dieren, die ze mochten gaan aantrekken als het eerste kledingstuk waarmee ze het paradijs verlaten hebben. Ja, dat bedoel ik ook. Maar ik bedoel dat niet eens in eerste instantie. Want voordat God met die vellen aankwam,
had hij nog iets anders aan hen gegeven. Iets waarmee ze zich ook zouden kunnen bedekken. Iets wat hen de grootste veiligheid zou geven als ze zichzelf blootgesteld hadden aan de toren van God. En dat was die allereerste belofte die God gegeven had van dat vrouwenzaad dat de kop van de slang zou gaan vermorzelen. De eerste belofte van de Heere Jezus en het werk dat hij zou gaan doen om zondaren voor eeuwig in veiligheid te kunnen brengen. Toen wij net Johannes 19 voor ons hadden, een klein stukje uit het Lijdensevangelie. Toen hebben we er iets van gezien, van dat werk wat de Heere Jezus daarvoor zou gaan doen. Zodat hij aan het eind van de kruisiging zou kunnen uitroepen, het is volbracht. Zodat in onze tekst gezegd zou kunnen worden. En heeft je dat wel eens een opluchting gegeven. Voor wie nu in Christus Jezus is. In hem leerde wegkruipen en je voor Gods toren verschuilen. Maar in hem is er geen verdoemenis meer. Wat je in je leven ook allemaal aan vrees kunt hebben. Mens kan alsnog voor alles en nog wat bang zijn. Maar je grootste zorg heeft de Heere weggenomen. Geen verdoemenis. Als wij straks heilig avondmaal gaan vieren, gemeente, dan zegt dat avondmaal wel, blijf wel bedenken wat het de Heere Jezus dus gekost heeft om zijn gelovigen voor eeuwig in veiligheid te kunnen brengen. Dat kostte hem bitter lijden. En een van de aspecten van dat lijden werd ons in het begin van de schriftlezing verteld. Je moet er even over nadenken, maar als de vier soldaten die de kruisiging zojuist hebben uitgevoerd, de overgebleven bezittingen van de gekruisigde onder elkaar gaan verdelen, en als zijn kleren daar ook bij blijken te zitten, dan betekent dat dat dus al die kledingstukken van de Heere Jezus inmiddels onderaan dat kruis op de grond liggen, en dat hij ze niet meer draagt. Daar hangt hij vastgenageld en op allerlei manieren onbeschermd, onveilig, weerloos. En ik zeg onbeschermd voor de blikken van de voorbijgangers die hem er ook nog bij bespotten. Onbeschermd tegen de pijniging die begonnen is toen ze de kruisnagels door zijn polsen dreven. Onbeschermd ook. Tegen de toorn van God over de zonde. Als hij vanaf dat kruis dan ik voor u zegt vanmorgen, neemt u hem dan wel in gedachten, in zijn vernedering, in zijn onbeschermd zijn. Ook daarom ik voor u, ik uitgekleed, opdat u, arme zondaar, bedekking zou kunnen vinden. En dat biedt een mens die op de school van de Heilige Geest is komen te zitten troost, gemeente. Mens die op allerlei manieren strijd te leveren heeft met vijanden van buiten, maar zoals we gehoord hebben ook met de vijand van binnen. Strijd vanwege je ongerechtigheid. Strijd vanwege die altijd weer opspelende neiging om het zelf te proberen, je eigen gerechtigheid. In het heilig avondmaal wordt ons straks via die tekenen getoond dat volkomen offer van die volkomen zaligmaker. Maar we worden er voor het eerst of opnieuw dan wel bij aangespoord, gemeente. Als Jezus offer dan volkomen is,
Stel dan ook uw vertrouwen volkomen op zijn werk. Weg met die vijgenbladeren, weg met die lompen van wat je zelf meebrengt. Mag ik het nog een keer met het gedichtje van donderdagavond zeggen? In uw mantel ingehuld vind ik bedekking van mijn schuld. En als dat de manier is, gemeente, om veilig te zijn voor de verdoemenis, ligt er in die schriftlezing uit het Lijdensevangelie nog één les die ik u graag meegeef. Kijk nog eens naar die stapel kleren die ze verdelen. Toegekomen aan één bepaald kledingstuk zitten ze even met een probleem. Want dat is die rok die de Heere Jezus gedragen heeft, zijn opperkleed. Uit één stuk geweven zonder naad en de soldaten kijken elkaar aan en ze beseffen alle vier, het zou zonde zijn om dat bijzondere kledingstuk te verdelen door het aan stukken te knippen of aan stukken te scheuren. Laten we daar maar om loten. De gelukkige winnaar mag die mooie rok dan in één keer mee naar huis nemen. Ik heb ooit bij een Puritein gelezen, ik weet niet meer welke, dat hij zei, als u nou ook gebruik maakt van de klederen die de Heere Jezus u aanreikt, om u daarachter te verschuilen en om zo uzelf in veiligheid te brengen, laat de gerechtigheid waarin u zich laat kleden dan net zo zijn als die rok van Johannes 19. Uit één stuk, zonder naad geweven. Laat Christus gerechtigheid de uwe, maar dan ook de uwe alleen zijn, bedoelde die Puritein. Niet doordat je er nog lapjes of stukjes aan vastgenaaid hebt om er zelf nog wat aan bij te dragen. Dat hoeft niet, dat mag niet, het kan niet. Maar die rok van Jezus, uit één stuk. Het is voldoende en afdoende om ook de grootste zondaar rechtvaardig voor God te stellen. En daar ligt ook een les in voor mensen die nog altijd tobben met het geloof, met de toe-eigening, met het avondmaal. Hoe zegt dat kinderversje het ook alweer? Wie Jezus heeft, lieve broeder of zuster, wie Jezus heeft, die heeft genoeg. En tegen mensen die vanmorgen onverschillig staan tegenover God, geen last hebben van vrees voor verdoemenis, geen behoefte hebben aan een zaligmaker, aan iets waarachter je weg kan kruipen, draai ik het om. Wie Jezus mist, die mist dus alles. Geen klederen des heils, maar straks naakt voor de ogen van God. Niks om je mee te verbergen, niks om mee te betalen. God geve ons vanuit zijn woord vandaag allen onderwijs, gemeente. Omdat we voor het eerst of opnieuw het ook allen zouden mogen weten en zeggen. God in Christus. Hij wil mij heil bereiden. Geen verdoemenis, maar zaligheid. En hij wil mij daartoe in de veilige vesting van Christus borgwerk leiden. Amen.
Daarna